De legging voor de stier voor half maart 2020. Het is een algemene legging. Dus misschien is de boodschap niet voor jou. Maar dat zie ik dat misschien de volgende keer wel. Verder is het mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. De gegevens daarvoor zet ik in de beschrijving onder de video. Erin. Mooi maken. Alle aandacht op jezelf richten. Doen wat jij graag wil. En jezelf zijn. Nergens druk om maken. Gewoon met de stroom meegaan. Echte aandacht helemaal op jezelf gericht. Je eigen koers varen. Met je eigen zaken bezighouden. Zorgen dat je zelf al je zaakjes op orde hebt. Bezig met je werk. Zorgen dat alles goed loopt. Huis, baan, bezittingen. Aan het werk, misschien je eigen bedrijf aan het opzetten, vanuit huis werken. Gewoon echt aan jezelf aan het werk. Nog meer geld. Werk. Nou. Helemaal prima. Dat is waar je nu mee bezig bent. Bezig met je carrière. Een succes, ja, het gaat goed. Je boekt het ene na het andere succes. Je maakt een promotie misschien zelfs. Je start je eigen bedrijf waar je hard voor werkt, wat een succes wordt. En dat is waar je nu mee bezig bent. En dat is ook waar je echt je succes in behoudt nu. Wat goed gaat. Ah, kijk. Er komt toch iemand aan. Koning van Staven. Een hele mannelijke man. Kan natuurlijk een vrouw zijn. Het is een mannelijke energie. En een keuze moet gemaakt worden. Een beslissing. Met het hoofd. Niet met het hart. En nou ja, met de andere kaarten die ik zo zie liggen.
Is dat ook waar je mee bezig bent, met je hoofd? En helemaal niet met de liefde of met je hart, met liefdeszaken. Alleen met gewone zaken. Dus misschien is dat ook wel die beslissing die je moet nemen. Of je daar tijd voor hebt, of je iemand een kans wil geven. Of je je aandacht van je werk kan halen. En op een liefde kan richten. Een relatie. Zo te zien zit je daar niet echt op te wachten. Wordt het lastig voor je om die beslissing te nemen. Misschien ben je ook wel eens toe aan kinderen. Wat natuurlijk ook dan een beslissing is. Of je doorgaat met je carrière opbouwen. Of aan kinderen gaat beginnen. Dat kan natuurlijk allebei. Maar ja, je aandacht gaat sowieso verdeeld worden. Dat is een beslissing die je zelf moet nemen inderdaad. Waar je voor gaat. Wat je ook kiest, een van de andere dingen zal eindigen. Je moet kiezen. Kan het niet allebei hebben. Niet met 100% in elk geval. Als het je lukt om die aandacht te verdelen, balans te zoeken, dan kun je het allebei hebben. Maar kan je dat? Die balans vinden en houden. Wordt lastig. Als het je lukt, dan kan je het allebei hebben. Als het je niet lukt, dan zal een van de twee dingen eindigen. Dus, succes.